Ebudallah komt eind 2012 vanuit Afghanistan naar Duitsland. Hij raakt bevriend met Marie. Ze heeft een kind op 18-jarige leeftijd. Daarna wordt de verblijfsstatus van Ebudallah regelmatig verlegd. Hij heeft tijdelijke banen en volgt cursussen Duits. Ebudallah is een strikt religieuze moslim en begint zijn vriendin te tyranniseren. Er is huiselijk geweld. Hij wil niet dat Marie t-shirts draagt en geen hallo tegen mannen zegt. Op een gegeven moment maakt Marie een scheiding wenskenbaar. Een vriendin zal later melding maken van een dreigende eerwraak bij de rechtbank. Het slachtoffer zal getuigen dat Ebudallah van haar een Afghaanse vrouw wilde maken, ze bedoelt hiermee een soort slaaf die zich ondergeschikt moet maken aan de man. Op 23 december 2017 trekt de voormalige soldaat een mes over het gezicht van zijn vriendin en steekt haar in de hals, borst en vagina. De 4-jarige zoon is getuige van de daad. Ebudallah belt de ambulance, Marie wordt geopereerd en overleeft amper. In juli 2018 wordt Ebudallah door het regionaal Hof van Keulen veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor het toebrengen van lichamelijk letsel. Het vonnis is zwaarder dan de eis van de aanklager van 7 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. De rechter benadrukt de wreedheid en de brutaliteit van de daad. Als Ebudallah de ambulance niet zelf had gebeld, dan zou de straf nog hoger zijn geweest. Terwijl de verhalen over het misbruik in de rechtszaal worden verteld, grijnsde de dader. Marie zal altijd Mevrouw RMD blijven, de zoon is getraumatiseerd. De echte naam van het slachtoffer en hun nationaliteit zijn niet bekend.